Een hele goede donderdagmiddag. Het is natuurlijk donderdag, jongens. En ja, het is toch best wel vrij laat. Het was redelijk druk vandaag, dus ik ben eigenlijk bijna vergeten dat ik live zou gaan. Maar ja, vloggen is vloggen. En dat doen we gewoon elke week op de donderdag. Dus ik ga het even schermpje omdraaien. Ik heb best nog wel wat binnengekregen deze week om al te laten zien. Dus ik kan vast wel even kijken. Als het goed is, schermpje draaien. Ik heb het eindelijk voor elkaar, jongens. Dit stond al sinds gisteren bij me om even de barcodes te scannen. Nou, deze hele leuke dingen heb ik gisteren natuurlijk in het filmpje gezien. Hoi Lia. Dus er zitten zulke leuke tussen, jongens. Het is me eindelijk gelukt, dus die kan ik zo opruimen. Kijk eens, die troep van vorige week. En ik moet je zeggen, die troep die was er vanmiddag ook nog. Dat kan Rini beamen. Dus die troep is bijna opgeruimd. We hebben nog twee doosjes en een stapeltje met papier om op te ruimen. Ik ben alleen nog wel zo lief geweest om die doos van vandaag nog steeds niet uit te pakken. Dus ik moet nog even wat doen zo, geloof ik. Maar ja, het was een beetje druk. Even kijken, we hebben alles weer een leuk plaatje gegeven gisteren. Dus onze buurtjes hangen nu allemaal leuk bij elkaar. En we hebben alle geboortetegeltjes ook naar onderen toe gehaald. En een paar van die grote hebben toch maar besloten om in de bak bij de rest te zetten. Want ja, het wordt gewoon te veel. Maar we hebben aardig wat borduurtjes op voorraad nu. Even kijken, was er van de week nog meer? Want ik ben af en toe dat ik niet meer weet wat er binnenkomt. Zoveel komt er binnen, jongens. Laten we het daar maar op houden. Volgens mij is alles bijna wat hier ligt, dat hebben jullie allemaal al wel gezien. En het gaat, moet ik zeggen, best wel hard en redelijk snel. Want jullie eten volgens mij die blokjes op of zo. Ik weet het niet. Ik weet niet wat jullie er allemaal mee maken en mee doen. Even kijken. Vorige week liet ik zien dat er van de Bubbly Curls hele mooie puzzels zijn uitgekomen. Dus die twee puzzels. Is niet het enige wat van die Bubbly Curls is uitgekomen. Sorry, bij mij onder tafel staat mijn voorraad. We raken een beetje vol, hè, in de winkel. Deze vier leuke zijn van Dottie Design. En dat zijn de Diamond Paintings van de Bubbly Curls. Gaaf, hè? Word ik heel erg vrolijk van. Want het zijn best wel hele leuke platen. Dus de Bubbly Curls kun je nu als puzzel gebruiken. Maar ook als een leuke diamond. Even kijken, hadden we nog iets? Dit kaartje hebben jullie als goed is van de week van deze regenzien. Zij heeft het kaartje gewoon even omgetrokken op zilverpapier, waardoor ze een zilver achtergrond kreeg. En ze heeft met de metallic folie gewerkt. We hebben metallic karton van Card Deco. Ik zal er even naartoe lopen. En dat is best wel een leuk om iets mee te maken. Ik ben even live hoor. Even kijken. En dat is deze. Card Deco heeft verschillende kleuren. Metallic zilver. En die heeft metallic goud. Metallic copper. Metallic, wat was dat? Roze gold. En met dat metalliek karton kan je dus hele leuke effecten geven aan iets simpel. Het figuurtje wat hierachter staat van koortjes heeft ze ingekleurd met een van deze twee setjes. Heeft ze die ingekleurd van Nuvo. En uiteraard heb ik al een paar keer laten zien dat wij drie nieuwe setjes hebben. Zij heeft deze twee setjes gebruikt. Dus dat is een best een leuk kaartje. Memory desk kaartje. Even kijken. Vergeet niet dat we nog steeds een leuke flinke opruiming hebben. Leggen leuke spullen op. En verder, volgens mij krijg ik morgen een nieuwe Dutch Doobadoo binnen. Ik heb hier wat opgeruimd op tafel, zodat alle kaarten weer een beetje bij elkaar staan. Krijgen jullie weer wat meer overzicht. Kijk, hey Rini. Kijk eens Rini. Kijk, het is opgeruimd. Goed hè? Ja, Rini was vanmiddag in de winkel en toen struikelde ik ze wat over de spullen die erachter stonden. En ik heb toch nog even tijd gevonden om wat op te ruimen tussen de klanten door.
En ja, wij proberen nog heel vaak een memory desk kaartje te maken. Het begin gaat al lekker, het bakje schiet al lekker op, jongens. Ja, als ik er goed overheen zit, kan er altijd nog wel wat bij zo te zien. Maar het blijft gewoon leuk om hiervoor even kleine techniek te maken en even een kaartje erin te zetten. Je ziet het, ook voor iets uitproberen is dit ook erg leuk. En je maakt zo'n bakje vaak voor jezelf, hè. Dat is eigenlijk het leuke, vind ik eraan, dat je memory kaarten niet maak je voor jezelf. Het zijn jouw memory kaarten. Dus dat zijn kaarten die je ook niet verstuurt, dus erg leuk. Legt hier nog een verrassing. Dit is het boekje van Els. Heeft ze gemaakt van een stencil van Dus de Bedoe, die ze een paar keer heeft herhaald in het boekje. En dit is Els' eerste boekje en die mocht hier even lijf om te laten zien aan de mensen. Dus super leuk gedaan. Heel goed gedaan. Ja, Rini, scheelt jou weer dinsdag werk, hè? Haha, nee, ik probeer nog wel wat meer op te ruimen. Ik moet alleen die doos nog uitpakken, Rini. Die staat er nog steeds. Dus ik ga het ook afzwaaien, want het is tijd voor mij om weer naar de post te gaan. Want ja, er moeten nog wel wat bestellingen de deur uit. En dat moet om deze tijd toch echt gebeuren. Dus ik zwaai af. Ik zeg tot volgende week en dan zie ik jullie allemaal weer, toch? Dag!